Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je holle oesters opendoet. Wat hebben we nodig? Een goed oestermes en de oestertjes, de holle oesters. Dus de oester leg je mooi in de handdoek. En hier heb je de bovenkant van de schaap, de onderkant van de schaap. En we gaan met ons mes eigenlijk mooi ertussen gaan wringen. En die hand hou je gewoon vast. Met die hand ga je like druk gaan steken. Ook niet te veel, want anders heb je kans dat je mes eigenlijk er gaat tussenuit glippen. En dan ga je like in je hand zitten. Dan doe je like met een hefboombeweging zo. Maak je de schelp los. En hier zit de sluitspier van de oester. Dus, en die sluitspier die gaan we mooi doorsnijden. Zo. En dan is de schelp eigenlijk gewoon los. Dan kan je dat gewoon ook eraf hangen. Hij ziet. Dus de oestertjes die zijn heel mooi sappig. Van topkwaliteit. Dus, en je ziet. Dus hier zit de sluitspier. Dus die hebben we eigenlijk zo losgestoken. En eigenlijk doorgesneden. En nu gaan we hetzelfde doen. Maar dan aan de onderkant van de schelp. Gewoon lossteken. Dus de oester die zit nu los in de schelp. Dan kan je die gewoon zo laten vallen. Wat er belangrijk is aan oesters is eigenlijk de schelp die moet dicht zijn. Een oester die lichtjes open staat, die is niet meer goed. Dus een oester dat leeft nog hierin. Dus een oester die open staat, gooit die weg. Dat is niet lekker. Hoe kan je ook oesters goed bewaren? Dus in de koeling. Dus als je een doosje open doet, je haalt er wat oestertjes uit, je legt er terug het deksel op en legt er gewicht op. Als er gewicht op staat, gaan de oestertjes ook niet open komen. En dan kan je ze een paar dagen langer bewaren. Nu gaan we de oestertjes mooi gaan spoelen in hun eigen vocht. Dus eigenlijk, en ik ga kijken of dat er nog gruis aan hangt. Van de schelp open te steken. Dus dat kan je echt mooi mee gaan verwijderen. Ziezo. Ik heb jullie nu geleerd hoe je oestertjes open doet. In de volgende uitzending van First Class zal ik jullie aantonen wat we allemaal mee kunnen doen. Smakelijk, tot de volgende keer, First Class.